Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Minecrafts. Nou heb ik eigenlijk vorige aflevering een groot hart hier. Ja, verrassing is er al. Ik keek al door het raampje. Ik wilde echt met gepaste trots, Lot. Nee, ik ga al even weg. Nee, doe het nog een keer. Oké, take 2. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar Minecraft. Vorige aflevering hebben we een groot hart voor ons huisje gekregen. En toen beloofde ik ook van, ik kan het niet meer. En de verrassing is weg. Show your face, come on. Kom maar. Het is Lotte! Hey! Hemeltje. Het is wel heel... Ja, ik denk, ik laat hem gewoon staan, weet je. En dan is het een constante reminder van, er is een makeover nodig voor het huisje. En dat Dotje Forever is een constante reminder. En gewoon, ja. Ga je mijn aanbod aan? De makeover? Ja hoor. Ook al was wel een beetje mijn bouwkunsten een beetje beledigd. Maar aan de andere kant zat ik van, nou ja, dat is ook mijn huidige huis, weet je. Dus, het past wel in het plaatje, maar... Ja, maar goed. Een van de vorige afleveringen heb ik deze netherportal gemaakt. En nu wilde ik dat nog aansluiten met een D aan de linkerkant en een N aan de rechterkant, zoals een kijker een keer had aangeboden. Maar nu kwam jij met het idee van, misschien is het handig als je de netherportal met je huisje linkt. En dat is... Iemand zit even met de tijd te kloten. Nou ja, als dat gebeurt, er hoeft maar één iemand te slapen, hè? Oh, serieus? Zit dat erin? Oh, ja. Ik wil wel zeggen, niet met de tijd kloten. maar goed. Dus ja, you done fucked it up, bro. Ja, het is nu even tijd voor big brain time. Want dit heb ik al eens een keer laten zien in een aflevering. Huppakee. Dan gaan we er gewoon even in. Zodat we er ook gelijk een voorbeeld bij hebben. Nou, komen we in de nether, allemaal indrukwekkend. En uiteindelijk gaan we weer terug. We gotta go deeper. Oké, en dan zitten we uiteindelijk bij deze woning. En dan van, deze woning is niet van mij. Dus Lot kwam met de suggestie, we need to go big brain time. Om uiteindelijk de locatie in de nether te koppelen. Zal ik het uitleggen? Ja, leg jij het ons maar uit. Oké, het is eigenlijk heel simpel. De nether is gewoon een andere dimensie, maar hij heeft natuurlijk ook coördinaten. En elke blok in de nether is 8 blokken in de overworld. Wat er gebeurt als je een portal neerzet, terwijl er al een portal is, dan kom je automatisch bij de eerste portal die gegenereerd is, kom je uit. En dat zal deze zijn. Ja. Yeah. En als je dus een portal naar je eigen huisje wil hebben, dan moet je via de nether erachter zien te komen wat de coördinaten zijn van je huisje in de overworld. Okay. Dus nou, daar heb je een leuke calculator voor, een leuk rekenmachinetje. Dat hebben we uitgevonden. We zijn nu op 425720, maar we moeten naar 3997182. Ja, dus dat als we daar een portal maken, dan komt die bij jouw huisje uit. Dus daar moet ik nog een portal maken. Wacht, dan moet ik even. hoeveel obsidian heb ik ook weer nodig? 10. 10? En een flint en steel, dus misschien wel handig. We moeten voornamelijk eigenlijk de Z-as moeten we afgaan. En dat is, ik geloof, deze kant op. Wat een avontuur. Nee, we gaan nu... Maar we moesten toch de min in? Min 82, dus deze kant toch op? Ja, maar we moeten naar 399. Ja, maar de... hemel. Ja, je hebt gelijk. Gewoon deze kant op... Deze kant. Dus Big brain. Ik hoop dat ik goed loop. Ja, jij... Oeh. Hold up, wat is dat? Dat is een... ik heb een, hoe heet het? Spanner, zie ik nu. Een spanner? Blaze? Ja, blaze rod. Oh ja, hier is een... Wat ding is? Een stronghold. Nee, het is geen stronghold. Nee, een nether fortress. Ja. Ik ben jou gewoon nu trouwens al gelijk weer kwijt. Van, echt, je liep... Oh, die kant. Hè? Oh, jij gaat die kant op. Deze kant. Ja, maar ik dacht, het is deze kant op. Want dan doen we ook gelijk die Z-as min 82. Dit is niet... Oh, wacht, wel min 82. Ik moet echt een bril hebben, Don. Ik zat van, hè? We moeten wel half over deze, dit fortress heen. Het zou kunnen dat we echt gewoon recht in de lava moeten gaan bouwen. Oh, dat zou echt ultiem kloten zijn. De blazerrot is trouwens op me aan het schieten. Nou, ik snap ook niet waarom dat niet meer werkt.
kan me zo herinneren dat dat vroeger wel zo was. Auw! Pas joh. You're burning! Oh no. Ik stel eigenlijk voor dat we misschien gewoon via deze kant gaan. En dan vanuit hier verder gaan bouwen als de zombie big mannen. We zullen op een of andere manier toch naar beneden moeten. Ja, uiteindelijk. Oh, de big man. Ja, je gaat er sowieso ook afgeduwd worden. Ik voel hem aan mijn water. Ja, ik hield shift al heel stellig in, maar anders moeten we hier via dit fortressje lopen. Ja, we moeten via het fortress. Dat weet ik onzeker. En dat kan op zich wel. We kunnen volgens mij ook wel een sprong maken. Pas op. Gewoon op het gangetje hier, tenzij je naar beneden wilt bouwen. Pas op, gaat we schieten. Oh, hij is op mij gefocust. Oké, okay. Bouw maar verder. We good. Hij vindt je leuk, snap ik wel. Dat effect heb ik wel eens op mensen. Au, shit, nu sta ik in de fik. Ah, help. Help. Oké, we good. Is het pad al bijna compleet? Jawel, alleen het is erg moeilijk omdat dat stomme beest op me loopt te schieten. Ja. Oeh, ik wilde bijna een koude bonga sprong. Ah, oké. Ja, vanaf hier kan je wel springen, denk ik. Hold up, ik ben echt... Ik heb nog maar 3 hartjes en mijn voedsel is op. Kom maar. Oké. Hier kan je staan. Woe! Oké, we good. Deze sprong moet wel te doen zijn, toch? Moeten we gelijk make a run for it naar rechts of zo? Go for it. Nee, jij mag eerst. Naar rechts gelijk. Yes. Oké, we good. Volg dit pad. Oké, we good. Nou. Blijf rennen. Oh god. Keep your foot up. Hey. Ik blijf maar in de fik staan. Ik ga dood. No. Oh nee, oké. You good? Ik heb 1 hartje, hold on. Oké. Zo, we blok. Even kijken, min 82. We zitten, dit is min 82, dus dan moeten we nu nog 399 hebben. Ja, shite, dat is die kant op. Oké, hier is 399. Okay. Dus nu moeten we eigenlijk omhoog. Naar 71. Ja, ik weet niet in hoeverre dat uitmaakt, maar... Hè? Oké. Maar dit is alsnog best wel dicht bij die andere portal, moet ik zeggen. Klopt, maar zoveel verschil kan het maken. Oké. Ik heb het wel, ik heb het in zo'n calculator gedaan. Ik geloof je. Hoppakee. Dus het boeit niet of het omhoog gaat? Ik weet het niet zeker. Oké, min 82. Dat is eigenlijk een klein maar beetje deze kant. Maar als je nu een portal maakt, dan komt hij sowieso in de overworld, zeg maar, op die plek. Dus zolang je X en Z goed hebt... We zitten nu op 485, dus we moeten een klein beetje die kant op in. Ja, het is waar ik een beetje sta nu. Dat is ongeveer waar het is. Ja. Nou... Maak hier de portal. Oké, dus... Ik geef jou de rest van de... 2 op de bodem. 1. Nee! 2. Niet? Nee. Nee, de boven. Oh, ja. Mijn fout. Ik heb een diamond pickaxe. We good. Duurt alleen een eeuwigheid. Maar we good. Ik had zelfs nog dat ene... netherrack. Of hoe heet dat? Blok nog geplaatst. Vandaar moet ik het tegenaan plaatsen. Wat doe ik? Ja. Oh, nee, toch niet. Heel goed. 1, 2. Zo. Yes! Oké, nu de flint en steel. Hoppa! Oké, laten we kijken of dit werkt. Let's hope. Volgens onze calculaties. Hey! Big brain time! Hey. We did it! Yay! Nice! Woo. Oh, hè. Oké, wacht, nu ben ik ook benieuwd dat als ik er dan weer in ga, of hij dan. Volgens mij kom je dan weer bij de. Andere portal terecht. Nope, bij de goede. Nee? Oh, yay! Ah, dat is beter. Woo! Oké, nou, is dat in ieder geval opgelost. Dan zitten we dus ook dicht bij die Blaze Rod spawner. Of, Ja, ik ben voor mijn bek gekiegeld. Oké, die moeten we dus gewoon even dicht houden, inderdaad. Dat nog niemand daar trouwens een farm van heeft gemaakt. Misschien is het er wel, maar... Ja, ik zou het op zich wel willen, alleen... Oeh. Dan moet ik googlen. Dat is niet zo heel moeilijk. Nee, oké, fair enough. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gekoppeld. Dus dan kunnen we... Ja, wat ken je eigenlijk voor de rest in de Nether? Misschien kunnen we inderdaad daarvan een farm maken. Weet jij hoe dat moet?
Ja, moet ik wel even een design erbij pakken, maar okay. Het kan als het goed is zonder redstone. Oeh, ja, dat, alhoewel, ik heb wel wat redstone. Niet al te veel, maar ik heb wel wat. Ja, het gaat meer om pistons en zo. Ik ga even opzoeken, hoor. Oké, okay, en hier een deur. Zo, is het echt een fort? Hallo. Wat was ook alweer dat zwarte skeletje? Een wither skeleton. Zijn die goed ergens voor? Wither skulls heb je nodig om de wither te spawnen. Oh ja, dat was het. Ja. Dat is het. Ja. Oké. Okay. Nou, die wither skulls zijn ook wel gaaf. De decoratie. True, true. Ga even kijken hoor. Ja, doe je ding. Nou, het meest simpele wat je kan doen... Yeah. Waar ben je? Oh, daar ben je. Het meest simpele wat je kan doen is... zeg maar een soort van trechtervorm maken. Zodat ze naar beneden vallen en op een bepaald punt komen waar je ze dood kan slaan. Oké. Okay. Dus wat wij kunnen doen... is de boel dichtbouwen. Ja. De spanner even inactief stellen. Dat valt dan... met torches op elke kant, toch? Ja. Ja. Dan zorgen we dat de bovenkant zeg maar ook dicht is, zodat ze niet wegvliegen. Ja. Maar dat ze, zeg maar, als wij eronder gaan staan, dat ze naar ons toe willen komen. Dus dat ze automatisch in een soort gat vallen. Ja, oké. Okay. Dat kunnen we wel. Oké, laten we die kant op gaan. Ja. Jij hebt het design voor jou. Ah! Ja, we zullen eerst even die blazerots ook in de omgeving uit moeten schakelen. Oeh, give me your rots. Oef. We moeten gewoon zo snel mogelijk de boel dichtbouwen. Komt goed. Hoewel, ik heb niet heel veel. Het zijn al... Oké, gaat dat even slopen. Au, au, au. Mijn lever. Eerlijk gezegd, het maakt me niet uit hoe het eruit ziet, zolang het maar werkt. Woehoehoe, er is er nog één. Spannen ze nou nog, ondanks dat er fakkels op zitten? Ik had zo'n vermoeden van wel. Hey, I forgot a blazer. Ja, aan één kant zat het er nog zeg maar niet goed op. Oh, oké. I'm clearing that shit. Ow. Oh, nee, er is er nog één gespawnd. What the shit? Twee, I'm dying. Woe. Dan wil dat kennelijk niet. Die spawner in actief stellen. Wat een bullshit. Ah, ow. Oh, pas je op. Oh, fuck. Run. Hey. Maar er zitten torches op elke kant. Ja, dat is dus een half pak. Ja, nee, dit wordt het einde. No! Ja. Wat, dat was weer een witherscale. Oh god. Maar kunnen blaze farms niet meer inactief worden gesteld? Dat vraag ik me nu af. Oké, I go kill. Ah! You grab stuff. Gewoon rennen. Oké, we got. Oh, jemig. Een lava slime. Nu niet meer. Die ga je ook al af. Ja, nee, dat is... dat mag... nee, geen enkele kant. Het is al lastig genoeg met deze blazerots op zichzelf. Oké, dit is er letterlijk onder. Heb je nog een fakkeltje? Ik heb nog een. Got him. Is dit goed zo? Ja, ik denk dat het alsnog spant, maar voor de zekerheid. Oké. Okay. Oh, ja, fuck. Hij spant letterlijk voor je neus. Oké. Okay. Het is de bedoeling dat hij hier naar beneden valt. Zo. Ah, op die manier. Oké. Heb je iets van een crafting table bij je? Toevallig niet. Nee. nee, heb ik niet bij me. God, er zijn er al echt... Oké, ze spannen echt in. Blijf maar gewoon hieronder, schatje. Hele grote aantallen. Worry. Ja, maar ze moeten toch een keer neer. Ze zijn zo luid. Oké. Dit is waar we zullen staan voor de spanner. Nu is het enige... Ja. Oh god. Oh, hello. Wat we nog moeten doen... Zorgen dat ze niet... Dat ze geen andere kant op kunnen dan hierin vallen. Ja, dus we moeten de bovenkant dichtmaken. Yes. A lot of mappings that shall go around. Alleen, er zijn er echt een stuk of vier daarboven. Dus dat is echt... Ja. Pittig, akelig. Oh god, waarom zijn ze achter ons? Ah, kom maar deze kant op. Eentje achter ons, inderdaad. Laat Au. Well, ik pak die ene daar verderop.
om het even onze rug te clearen. Pas op. Het zijn er zoveel. Het zijn er echt heel veel. Oh my god. Ze zijn erin. Oh nee. Ik kom eraan. I got one. Het is oké, het is oké. Okay, okay. I'm burning. Kom hierin dan. Oké. Okay. Safe house. Ja, maar ze spawnen sneller dan dat ze doodgaan. Heb je geen boog? Dan moet ik even verder in het spel dan ik. Dan moet ik even terug naar mijn basis. Ik ga wel even kijken voor een boog. Een boog is wel handig, inderdaad. Het ziet er nu akelig rustig uit. Oké. Okay. I did it. Yeah? Ja. Oké, laat maar zien. Oké. Okay. Nou, het is oké. Het stelt echt niks voor. En dit is echt de slechtste spawner de farm die je maar kunt bedenken. Don't care. Maar we gaan hierin. Hierheen. Oeh. Kruipen. En dan is het hopen. Ja, wanneer ze naar beneden vallen. Uiteindelijk kun je dit gemakkelijk uitbreiden door middel van pistons. Dat je met pistons erin duwt op het moment dat ze eroverheen lopen. Dat kan gewoon door middel van pressure plates of whatever. Oh nee, ze zweven. Ik weet niet helemaal hoe dat werkt, maar... Oké. Okay. Dat je dat triggert en ze erin duwt, zeg maar, in het gat. Maar voor nu, ja, is het gewoon een kwestie van wachten tot ze in dit gat vallen. Ze kunnen je niet raken. En jij hun wel. Ja. Ah, ja, je kan dan uiteindelijk ook met hoppers bijvoorbeeld werken. Maar dat is een stapje verder. Voor nu is dit wat werkt, ja. Ja, pistons zijn dan wel een leuk idee. Ik ga even bij mijn huis kijken. Oké. Okay. Of ik misschien slime heb. En dan moet ik denk ik even de bootjes uit het water halen. Want dat blijkt een beetje lag te veroorzaken op de server. Dus er wordt in zekere zin afscheid genomen van de fysieke bootjes. Nu kwam Link met een leuke suggestie van... Ja, je kan ze ook in item frames doen. Dus dat ik van... Ja, dat is wel geinig. Kan ik inderdaad doen. Alleen, ik heb geen item frames. Dus voorlopig moeten we maar even gewoon een designated kist ervoor maken. En ze daarin kiegelen. Ik heb geen slime, maar we kunnen wel gezamenlijk op zoek naar een biome. Ja, is goed. Ik denk dat mijn eilandje misschien wel een mooi uitgangspunt is. Dan teleporteer ik zo naar jou toe als ik mijn botenkist heb gemaakt. Het is wel echt nice and secluded. Oh, dus dit is mijn paradijsje hoor. Ja, ik ben volgens mij ook de enige nog die zeg maar dit heeft bezocht. Oeh, ik viel hier bijna in. De enige die dit nog maar heeft bezocht, überhaupt. Klopt. Ik denk niet dat iemand me ooit zal vinden, maar ik vind het niet zo heel erg. Want iemand had een keer wel mijn shit gevonden. Dat ik zat van, hoe de hel? En echt van hele mysterieuze bordjes achtergelaten waarvan ik zat van... Ik weet niet wie dit heeft gedaan. Ik denk dat je wel eens in je video's coördinaten laat zien dat mensen er gewoon achteraan gaan. Jawel, maar dat is natuurlijk ook weer zoiets. IJs, ik spot IJs. Ja. Iceberg. Yeah. Is dat nou nog meer... Wow, sneeuw. Een taiga biome. Wat, taiga? Oh, je ligt ook een shipwreck. Hold on. Shipwreck? Kunnen ze nou godverdomme die bootjes eens fixen? Ja, mee eens. Kom weer vast. Mee eens. Oeh, jee, mijn shipwreck. Dat is een grote boot. Ik zie het nauwelijks wat. Oh, jee, jij gaat wel heel direct gelijk. Ja. Ik heb geen lucht. Help! Ik zie geen ene reet. Ik hoor een gorgel, man. Oké, okay, ik heb potater, papier, wheat en rotten vlees. Gorgel, man. Auw. I'm dying. Het is echt zo... Ik zie echt helemaal niks. Oh, no, I'm dying. Ik heb het gevoel dat Gorgel, man, achter me aan zit. Ik heb hem doodgemaakt. Oké, niks aan de hand. Oké, wat is dit? Steen? Ik zie het echt niet. Nog meer steen? Ja. Nee, nog aan de twee Gorgel, mannen. Ik heb er eentje gemapt. Oké, laat maar zitten dan. Nee, we kunnen het wel hebben. Ik zorg wel voor de gorgelmannen. Ja, maar als ze hier spannen, dan kunnen ze ook met trident spannen. Nou, willen we dat niet hebben? Weet je hoe sterk die zijn? Oh god, ik zit vast in mijn bootje die ik niet kan zien. Oh, wacht. Oké, dan sloop ik hem heel even en plaats ik hem opnieuw. Ik hij is opnieuw.
Oh ja, ja, oké. Okay. De kist is, ja. Ja, ik ga weer naar boven. Ik heb wel een buried treasure map. Oh, nice. Die zal waarschijnlijk hier ergens in de buurt zijn. Mhm. Jij mag de diamond hebben. Woepie! Jee. Nee! Oké, okay, ik heb hem. Je kan hier van die polvosjes vinden. What? Mhm. Heb ik daarvoor bot nodig? Bot? Nee, ja. Berries. Oh ja, weet ik veel. Ik heb nog nooit berries gezien. Stop it! Stop it! No! No! Ja, er zitten hier zombies onder. Oh. Ik wil er sneeuw van maken, dus ik neem er wat mee. Dat is wel leuk. Hier kan je toch ook een sneeuwman van maken? Ja, met een pompoenetje. Ik heb nog wel pompoenen. Okay, dan kan die... dan gaat die sneeuwballen naar creepers en zo gooien. Oh, dat is een perfect defense system. En dat wil ik. Ze zijn niet sterk hoor, maar ze zijn heel cute. Maakt niet uit. Oh, vos! Vos! Oh my god, weet je hoe zeldzaam die zijn? Oeh. Die zijn zo zeldzaam. Oh. Je hebt me zojuist een titel voor deze aflevering gegeven. Oeh, hij piepte. Oh, hij is zo... Oh my god. Okay. Ja, hij is zo cute. Wat moest hem geven? Jij zei berries. Hoe kom ik aan berries? Ja, nou, kijk. Je kan hem niet temmen. Oh, ah, wat? Er is hier nog één. Oké, maar je kan hem dus niet temmen. Nee, je moet hem met een leash moet je hem meenemen. En je kan hem wel, zeg maar, minder schichtig maken door besjes te geven. Die besjes die groeien in een spruce biome. Ik weet niet of ze hier ook groeien. Ik denk het eigenlijk niet. Oké. Okay. En dan kan je ze gewoon, ja, die kan ze laten breeden. Je kan ze meenemen dan, maar je kan ze niet temmen. Mm-hmm. Oh, hij piept. Oh, hij is zo mooi. Oh, die zijn zo zeldzaam. Er is echt maar een super kleine kans dat er zo eentje spant. Hello. Ja, nu is het eigenlijk helemaal... Ja, dit is gewoon... Heel belangrijk dat we een moerasbiome vinden. Ik zie er verder op pompoenen. Oké, fuck it. Ik ga gewoon een kant op rennen. En dan kijk ik of ik een moerasbiome tegenkom. En zo ja, dan geef ik een geel. En jij kan hetzelfde doen. Even kijken. Ik ga richting oost. Daar loop ik al. Ik ben ver voor je. Oh, dan loop ik richting noord. Oeh, ik heb een mineshaft gevonden. Nice. Het is ook gewoon totaal niet naar waar we op zoek zijn, maar... Wil je die ontdekken? Dat is wellicht wel een idee. Het begint ook donker te worden, dus misschien moet ook de oppervlakte even vaarwel zeggen. Hello. Hey. Het is letterlijk hieronder. Floep. Ik dacht je per ongeluk veel. Nope. Kool. Moet al het kool hebben. Waar is de rest van deze mindshaft? Ja, hij is bijzonder kort. Beetje teleurstellend. Ze zijn groot hoor. Ze bestaan uit meerdere levels, dus er is sowieso wel meer. Maar... Oh no. Het is een koter. Ga dood. Ja, die rennen altijd zo op je af van... Oh, mijn god! Kijk, meneer! Foto! Ja. Oh, no. Ik heb geen idee waar je bent, by the way. Ik heb een kist gevonden! Oeh! Oh, creeper! Pas op! Je demon child! Huh. Oké, ik viel naar beneden. Heel goed. Oeh. Kaboom. Oh. Au, ja, oké. Okay. Ontplofte er ook in mijn... Ja, in mijn nek ging er een af. Ik zie jou niet. Hoe kan dat? Oh, hey, daar ben je. Pas op. Links. Hallo. Er zit een spanner daar. Yep. Going for it. Maar deze kant bloem, 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 bloem. Ja, ik heb de spanner gekild. Oh, fuck me. What? Where? Daar beneden. Oh, oké. Laat me erdoor. Oké, okay, fuck dat water. Laat ze maar komen. Wacht, ik laat een van die creepers op. I got your back. Oh. We got him.
Gaat PvP aan trouwens? I don't know. Woe! Ow. Nee. Oké, de kist is ontploft. Wat zat erin? Oeh, een boek. Wat boek is dit? Ik zit vol. In je rug! Ah! Oh! Oh my god, dat zijn er zoveel! Het zijn er zoveel! Ik map. In het algemeen, ik map. Sterf! Oh, die zombie villager hadden we wellicht iets van kunnen doen. Pas op, nee, hier zijn ze. Er is heel veel om te ontdekken hier. Ja. Iets te veel. Ja, ik heb mijn Minecraft ook niet in één keer gedaan. Nee, precies. We kunnen het anders een keer een andere keer vervolgen. Dat we gewoon aan het begin een home zetten en een, of ergens. En dan gaan we het gewoon een andere keer het avontuur vervolgen. Dat kan. Dat lijkt me wel anders wel een leuk idee. En dan kunnen we ook het avontuur vervolgen van de hoe heet het? De spawner. En het slime zoeken, et cetera. Dat lijkt me wel een goeie. Where you at? Verdwaald. Oké, okay, top. Oké, okay, zullen we anders hier gewoon een home neerzetten? Is goed. Oké, okay, dan ga ik ook weer terug naar home. Dan ja, kan jij op... Ja. En dan eigenlijk mag je een zadel of een horse armor mag je meenemen als bedankje, cadeautje ding. Ja. Even checken hoor, niet schrikken. Ik schrik. Ik moest even checken of ik jouw huis kapot kan maken. Ja, blijkbaar wel. Oké, okay, ik heb hier 1,5 stack rails voor je. Ik heb een boekje. Wat coal. Diamond. Coal. Apple. Een emerald. Emeralds. En dat was het. Nice. Oh, ik heb echt best wel wat rails nu. Oké, okay, ja, die bovenste, daar zit een horse armor in. Dus ik zou zeggen, gris er een mooi uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Eindelijk mijn paard hebben. even kijken. Is er nog iets anders waarmee ik je anders kan belonen wat je misschien nog niet hebt? Neem ik je kat mee. No. Kitty stays. Kitty stays? You can name Kitty now. Ja, oké, hoe zal ik hem noemen? Hoe doe ik dat trouwens? Gewoon name tag op zijn hoofd klikken? Nee, name tag in anvil. Name tag in anvil, ja. Yeah. Oh, en dan oké. Okay. Nee. Hoe zal ik hem noemen? Zal ik hem gewoon... Ik vind het wel een bilbootje, maar hij heeft een wat donkere koppie. Dus dat, ik weet niet... Oh nee, ik had maar hem... Maar het ik... is een calico kat, je moet hem naar... Volgens mij had ik... een katje vernoemen. Ja, volgens mij had ik hem inderdaad al Puk genoemd. Ja. Ja, oké, okay, dan noemen we Puk. Yeet. Bloep. Oh. Is nou complete. Oké. Okay. Sneeuwblokken. Ja, dat komt een andere keer. Ik moet echt al mijn shit weer eventjes organiseren. Maar dat komt uiteindelijk wel. Oeh, mijn bootje kan ik erbij plaatsen. Dus dat betekent dat wij nu op de 3, 6, 9, 11e aflevering zitten. Zo geinig, op die manier kan ik gewoon een beetje rekening houden. Oh ja, daar ben ik nu. Ja, dit zal wel goed zijn. Lodge, oh daar ben je. Hallo. Bedankt voor het meedoen. Sorry. Ja, joh, hoest maar lekker door mijn auto heen. Dankjewel voor het meedoen. We hebben een grandioos avontuur beleefd, dus dat telt. Ja. En dan stel ik voor aan de kijkers, mocht je willen zien hoe Lot mijn huisje onder handen neemt, check dan eventjes het linkje in de beschrijving. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, vond je het leuk? Druk op de 2 knoppen naast mij, mocht je nog 2 andere video's willen zien. Dankjewel voor het mappen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!